Buurtvereniging Het Ooi uit Tiel bestaat dit jaar 75 jaar en dat werd zaterdag 30 augustus gevierd. De vereniging had alle leden uitgenodigd om naar Enspijk te gaan, waarbij een boerderij boerengolf werd gespeeld en taart werd gegeten. De opbrengst van de verkoop van de taarten werd verdubbeld om met dat geld een goed doel te steunen. Wij zijn hier voor het vieren van het 75-jarig jubileum van onze buurtvereniging. Ja, in het verleden hadden we meerdere leden, maar het clubje is steeds kleiner geworden. Maar voor dat clubje wat we nog hebben, willen we dan nog wel wat organiseren. Vandaar dus deze middag en vanavond hebben we dan ook nog een feestavond in een afgehuurd café in Tiel. Van de week was ik even bezig om oude notulen door te kijken. En toen kwam ik de notulen tegen van de oprichtingsvergadering. En de vereniging was toen opgericht op 1 augustus 1939 in de jonge kersenboogaard van de Klein achterop het Ooi. In de openlucht, het was een openluchtvergadering. En het is langzaam zo gegroeid. Ja, in onze gloriedagen hadden we fietstochten waar 100 man mee meededen. We hadden een Sinterklaasfeest, we hadden voor de jeugd paaseieren zoeken. Ja, we hadden we nog meer. Met een jubileum gingen we dan straten versieren. Deven we Koninginnedag. Elke Koninginnedag waren er een aantal mensen die liepen destijds nog in de VUT. Die bestond toen nog. Dus die waren de hele dag bezig met vlagjes op te hangen. En links en rechts namen ze een kop koffie of een glaasje bier. En dat is allemaal verleden tijd. Ik hoor iets over een Sinterklaasfeest. Ja, heel leuk. Ja, dat was ook leuk hoor. Dat was Leen van Eldik Sinterklaas nog. Van de leuke graaier was Zwarte Piet. Maar ze hadden zoveel gedronken. Maar. En toen was graaier. Was gevallen. En die kwam s'avonds heel laat thuis. En Mien was kwaad. Hè. Kwaad is wel, jongen. Mien was nooit kwaad. Want ik heb van de lucht wel gekend, denk ik. Niet van het ooit. Mien was nooit kwaad. Maar was ze kwaad op hem, joh. Oh, dat was verschrikkelijk. Maar ja, dat is ook een leuke tijd geweest, hoor. Kwamen ze nog allemaal thuis bij je, hè? Nou, de laatste tijd deed ze het dan in het Oostzonk. Maar ja, nou zijn er was geen kinderen meer. Tenminste, niet zoveel meer. Dus dat is ook al opgeheven. Maar dat was ook heel leuk. Hoe ziet de toekomst eruit van de buurtvereniging? Nou, ik hoorde net dat er alweer iemand die heel enthousiast is geworden. Die eigenlijk er wel een voortgang in wil houden. Maar dan de activiteiten beperken tot 1 activiteit per jaar. En mij is gevraagd om de financiën in de gaten te houden. En met een hele kleine contributie. En dan gewoon 1 keer per jaar wat organiseren. En, en daar blijft het dan bij. In het verleden hadden we dus echt wat voor de jeugd. Maar ja, we vergrijzen langzaam maar zeker. En je ziet toch ook dat de mensen hebben minder behoefte aan een buurtvereniging. Vroeger werd het hele jaar uitgekeken naar het buurtfeest. Maar tegenwoordig heeft iedereen het zo druk dat het een buurtvereniging maar bijzaak meer is geworden.